Vier studenten van ROC River en bouwmensen rivierengebied hebben in ons deelgenomen aan de kwalificatiewedstrijd van Skills Heroes. Dat is een vakwedstrijd voor mbo'ers. Van de opleiding Timmerman waren Daan Weigertse en Matthijs Mulder aanwezig. Jordi van Utrecht en Jonathan van Eck kwamen uit voor de opleiding Metselaar. Eén student was de beste in zijn vak en is eerste geworden. Twee studenten behaalden de derde plek en één de vierde. De afgelopen maanden hebben de studenten onder leiding van Frank Stuip, docent van het ROC River, hard getraind voor Skills Heroes. De studenten hebben alle vier een mooie prestatie geleverd. Daan, Jordi en Jonathan zijn verzekerd van hun plek. In de nationale finale. Voor Batijs is het nog even spannend, omdat nog niet alle uitslagen van alle kwalificatiewedstrijden bekend zijn. De nationale finale vindt plaats op 16 tot en met 18 maart 2017 in de rij in Amsterdam.